Heel goedemorgen, welkom bij deze marketsupdate van BNP Paribas. In de VS sloten de indices na een sterk slot rond de 1,5% hoger. De markt werd gesteund door een nieuw pakket aan steunmaatregelen ter waarde van honderden miljarden dollars. Afgelopen week toonden de macrocijfers keihard aan welke schade er is aangericht aan de economie. De olieprijs blijft onder druk liggen en er zal ook deze week een belangrijke graadmeter zijn. Vrijdag 1 mei is de dag van de arbeid en blijven de meeste beurzen gesloten. Deze korte week staat echter wel bol van belangrijke evenementen, zoals bijvoorbeeld de rentebesluiten van diverse centrale banken. En Japan was de eerste, daar gaat de centrale bank nog meer obligaties opkopen om de klap van het coronavirus op te vangen. De markten reageren positief, maar de vraag is wel hoe lang de euforie blijft hangen. Per saldo sloot de Nikkei 3% hoger, wisten de Kospi-index en Hang Seng een winst van 2% vast te houden. In China zelf was er een bescheiden plusje op het slot. In Amsterdam duiden de futures op Koningsdag een ruim 2% hogere opening. Bij Volkswagen keren vandaag 8000 arbeiders terug naar de fabriek in Wolfsburg om de productie weer op te starten. Bayer zag de omzet met 6% toenemen en de netto-winst 20% aantrekken. Toch waarschuwt het bedrijf voor onder andere een negatieve kasstroom en een onduidelijk toekomstbeeld. Bij Air France KLM krijgt een kleine 10 miljard aan overheidssteun, maar de scheuren in het bolwerk worden steeds groter. Insiders vrezen voor een breuk tussen de twee maatschappijen waar de tegenstellingen steeds groter worden. Vandaag gaan Heineken en Wolters Kluwer ex-dividend. De macroagenda is vandaag verder leeg. Garmin komt voorbeurs met cijfers in de VS en NXP Semiconductors nabeurs. Bij de analisten zet Jefferies DSM op kopen, koersdoel 140. Société Générale zet Unilever op verkopen, koersdoel 38. En Independent Research zet Unilever juist op houden met een koersdoel van 50 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.